Een directe oplossing voor vuilophaal, de Bronsweg en omgeving, heeft waarnemend president Ronnie Brunswijk ertoe bewogen om eigen pick-ups ter beschikking te stellen. Boze districtsbewoners hebben dinsdag uit onvrede de weg gebarricadeerd met vuilniszakken. Het vuil is enkele weken niet opgehaald en bleef zich opstapelen tot ergernis van de dorpsbewoners. Medewerkers van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport en het ministerie van Openbare Werken zijn sinds vanmorgen samen met vrijwilligers bezig het vuil op te halen, meldt het directoraat Volkscommunicatie. Het ministerie van TCT vertegenwoordigt in samenwerking met Shata en 11 toerismebedrijven Suriname als toerisme-destinatie op de vakantiebeurs in Utrecht, Nederland. Na 6 jaren staat Suriname er weer met de slogan Suriname, the hidden treasure of South America. Ook is er speciaal voor deze beurs een promofilm geproduceerd en een destinatiegids in 3 talen. Na afloop van deze beurs, die gisteren is begonnen, gaat het ministerie verder met een agressieve promotiecampagne en zullen andere beurzen bezocht worden. West-Klaaskreek krijgt binnenkort een 13 kilometer lange geasfalteerde weg. De motor achter dit project is Stichting Landbouwontwikkeling Klaaskreek en omgeving Lokeo. Ter verbetering van de agrarische sector in Brokopondo heeft de stichting in 2021 een MOU getekend. De aanleg van de eerste 5 kilometer weg naar Klaaskreek en de productie van een beperkt aantal gewassen zullen de toekomstige ontwikkeling in dit gebied stimuleren. De werkzaamheden voor de nieuwe weg zijn reeds geruime tijd gaande.